Hij werd veroordeeld voor autodiefstal en explosief geweld tegen de politie. En Jaap werd gepakt voor vuurwapenbezit en handel. En Michael was nog maar 13 jaar oud toen hij werd aangeklaagd voor poging tot doodslag. Niet echt zaken waar je trots op kunt zijn, hè, jongens? Nee. En toch komen deze jongens nu met hun verhaal naar buiten. Om ervoor te zorgen dat jongeren niet dezelfde fout maken. Deze voormalige zware jongens wonen samen met 18 anderen in één huis. Zonder ook maar enige verslaving of criminaliteit hopen zij te kunnen reïntegreren in de samenleving. Ja, jongens, het kan aan mij liggen, maar dit ziet er toch allemaal heel relaxed uit hier binnen. Nou, het is allemaal zwaarder als je denkt. Het kan er veel harder aan toe gaan dan dat het in je eis ziet. Wat moet je allemaal doen? Het gaat vooral om dingen uitspreken waar je mee loopt. Bijvoorbeeld bepaalde moeilijkheden. We hebben een hele strakke structuur. Ja. Het programma is ook van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Daar hebben we verschillende groepen waarin we dus elkaar feedback geven. Je wijst elkaar op elkaars fouten. En ja, dat gaat er hard aan toe. Dus je probeert iemand te bereiken. Ook als hij met de verhuis van buiten zit, komen wij als groep bijeen om hem daarop aan te spreken. Van, dat hij hier wel bezig is om zijn leven op de rit te krijgen. En niet te veel met buiten hoort bezig te zijn. Waar schaam jij eigenlijk het meeste voor wat je hebt gedaan? Nou ja, dat is eigenlijk best wel een hele waslijst. Waar ik me meest voor schaam is dat ik toch bij inbraken gewoon bij mensen naar binnen ben gegaan. En toch mensen in privé heb aangetast. Ik heb autodiefstallen gedaan. Ik ben met verschillende drugszaken bezig geweest. 21 man hier binnen, waarvan één vrouw. Die gaan niet allemaal voor de klas staan. En jij wel. Waarom is dat dan? Nou, sowieso omdat het voor mij persoonlijk een uitlaatklep is. Mm-hmm. En als ik één of twee jongeren op het rechte pad kan krijgen of kan helpen, dan heb ik mijn werk gedaan. We hebben buiten nooit zelf gered. En, weet je, alleen door die groep gaan we het redden. Anders dan dat niet. Jaap, Michael en Johan geven voorlichting aan scholieren in probleemwijken. Deze kids vormen een grote risicogroep om later ook in de problemen te komen. Mijn problemen zijn eigenlijk begonnen, zoals jullie hier nu zitten, op de basisschool. Toen zijn ze eigenlijk begonnen met het pesten naar mij toe. Ik heette al Jaapie en ik was al lang en ik stotterde. En ik had de duurste schoenen van school, maar ik had niet van die mooie Nike's aan, maar ik had van die hele lelijke aangepaste schoenen met steunzolen. Deden ze bij jullie op school niets tegen pesten? Wanneer begon je met drugs? Waarom wilden die mensen u gijzelen? Ik heb een vrij moeilijke jeugd gehad. Ouders die veel ruzie maakten. Mijn vader die verslaafd was, veel werkte, veel van huis was. Maar eigenlijk al die tijd heb ik te maken gehad met criminaliteit. Mensen die in de drugs handelden, mensen die in wapens zaten. En ik bleef daar maar mee omgaan, omdat ik nog steeds niet sterk genoeg was om mijn rug naar ze te keren. Wat bedoelt u eigenlijk met criminele activiteiten? Heeft u nog contact met uw moeder? Wat wou u eigenlijk later worden? Wanneer dacht u gewoon, ik ga nu stoppen en ik ga weer verder met mijn eigen leven? En later kwam ik nog een leuke vrouw tegen waar ik nu ook een zoon mee heb. En die heeft mij echt het licht laten zien dat ik gewoon wat anders met mijn leven moet gaan doen. Jullie hebben allemaal hele goede vragen gesteld, echt waar. Ja, dus complimenten voor jullie. Ja. 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 Wat hebben jullie vandaag hieraan gehad? Ik denk dat het wel ons gaat veranderen, dat we niet op de slechte pad moeten komen. Nee. Ja. Want je was nog op het goede pad, hè? Ja. Ja. En daar blijf je? Ja. Verloofd? Ja. Oké. Okay. Ik hou in de gaten. Wat zeg jij nou? Ik hou in de gaten. Doei. Zo, jongens. Doei. Nou, jullie worden als ware helden uitgelaten. Box, jongens, box. Dit was wel een succes, toch? Ja, het ging heel goed. Ja, Jaapie, ben je tevreden? Ja, ik ben heel erg tevreden met het resultaat. Ik moet even één kutvraag stellen, hè. Maar is het ook niet een beetje je eigen schuldgevoel afkopen? Nee, absoluut niet. Het is wel, ik haal er wel voldoening uit dat ik iets mee kan geven aan een ander. Maar het is niet zo om mijn eigen schuldgevoel af te kopen, want dat is mijn eigen zaak. Dat moet ik zelf oplossen. Nee, maar je hebt foute dingen gedaan en nu doe je even één dingetje goed om naar die basisschool te gaan. Ja, maar dit blijft niet bij één keer. Dit is al meerdere keren heeft het plaatsgevonden. En dit gaat zeker uitgroeien tot iets groters, dat ben ik van mening.